Het Ladeuzenplein in Leuven is omgetoverd tot één groot volleybalstrand. Op dat strand kan je niet alleen volleyballers bewonderen die recreatief aan volleybal doen, maar ook enkele internationale toppers. Voor elk niveau is er een aangepast toernooi. Zo ook voor de jeugd, die in grote getalen is afgezakt naar het Ladeuzenplein. Het is zo dat wij ons jeugdtoernooi helemaal volzet is. We hebben 20 jeugdploegen en het niveau mag zeker gezien worden. Ook de aanwezige toppers zijn het erover eens dat het niveau bij de jeugd aan het stijgen is. Ze hopen dan ook dat de jeugd meer vertrouwd raakt met beachvolleybal door dit toernooi. Ik vind het eerst en vooral heel tof dat ze het ook voor de jeugd doen, omdat beachvolleybal is eigenlijk nog niet zo bekend. Dus het is ook tof dat ze hen daarbij meetrekken. Ja, ik heb nog niet echt goed rondgekeken, maar er zitten wel een paar goede speelstertjes tussen, ja, en spelers. Het is heel plezant om te zien hoe de jeugd vooruit gaat en dat ze ook meer geïnteresseerd zijn in beachvolleybal. Het is echt wel een sport dat aan het opkomen is. En ja, dat kan alleen maar ten goede komen voor Belgisch beachvolleybal. De kinderen zelf staan daar nog niet zo bij stil. Zij zijn vooral naar Leuven afgezakt om zich te amuseren. De sfeer, alles vind ik hier heel leuk. We zijn eigenlijk aan het voorbereiden op de beach in Molensteden. En we vonden dat leuk om hier in de stad te komen beachen.